closed doors, I'm a fool for your love. Yo, kijk eens, Tom C. En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En vandaag wil ik het met jullie even hebben over hoe het nu gaat verlopen met mijn kanaal in de vakantie. Want zoals jullie weten is het natuurlijk de vakantie voor mij begonnen. Zoals jullie waarschijnlijk al wel weten, heb ik al een tijdje geen vlogs meer geüpload. Ik zou dus eigenlijk elke dag vloggen. Ik heb niet elke dag iets te doen. En ik denk ook gewoon niet dat het interessant is om elke dag van mij te zien. Dus wat ik ga doen, ik ga alleen vloggen als ik iets leuks doe. Zoals een dag geplopsaland. En ik ga dus binnen een vijftal dagen ga ik dus naar Spanje. Dat ga ik dan doen op kamp. Dan ben ik 10 dagen weg. Van 30 juni tot 9 juli ben ik dus in Spanje. En eerst zat ik eraan te denken om dus deze camera mee te nemen. Dit is eigenlijk de camera waar ik altijd mee vlogde. Kijk, dit is gewoon zo'n camera. Het is eigenlijk redelijk groot en ook redelijk duur. Want het geeft ook wel een redelijke kwaliteit. Maar nu zullen jullie denken, Thomas, neem je dit op met je webcam? Nee, die neem ik niet op met mijn webcam. Want die staat hier. Dus een webcam zou ook niet zo'n goede kwaliteit geven. Want er komen ook nog updates aan op mijn kanaal. En die zal ik met jullie zo dadelijk overlopen. Maar ik heb het dus over Spanje en vloggen. Ik ga niet elke dag echt vloggen in Spanje. Maar ik ga jullie de leukste dingen laten zien. En daarvoor heb ik iets leuks besteld. Namelijk een GoPro. Maar het is niet de echte GoPro. Want als ik een GoPro zou kopen, je hebt het vanaf €200 tot €500 of zo. Maar ik ga het ook niet zo heel vaak gebruiken. Alleen als ik echt iets doe met water of iets wilds, zeg maar. Daarvoor ga ik het dus gebruiken. En dat zal ook niet heel vaak zijn. Dus ik heb iets gekeken naar wat hem wel goede kwaliteit geeft. Maar iets met lager prijsgehalte. Iets wat de prijs waard is voor wat ik het ga gebruiken. Als ik het nu een paar keer in de week zou gebruiken, dan zou ik nog overwegen om een GoPro te kopen. Maar nu heb ik het dus eigenlijk een GoPro. Het ziet er eigenlijk hetzelfde uit. Maar dan gewoon van een ander merk. En het is gewoon een stuk goedkoper. Binnen een tweetal dagen of zo krijg ik die dus binnen. En dan ga ik die waarschijnlijk ook wel met jullie unboxen. Dus dan laat ik jullie wel wat meer zien over de Action Cam zelf. Maar deze camera ga ik dus waarschijnlijk niet meenemen naar Spanje, maar ik ga dus eigenlijk de leukste beelden filmen met de GoPro. Want we gaan wel leuke activiteiten doen, zoals naar een waterworld. Dat is eigenlijk een pretpark, maar dan eigenlijk met allemaal glijbanen, het is allemaal wateractiviteiten. Daarvoor is die GoPro dus echt super handig en kan ik daar ook leuke beelden mee maken. En er komen ook nog wel andere wateractiviteiten, achter een speedbootje, et cetera. Maar dat zien jullie tegen dan nog wel. Ik ga jullie ook nog niet te veel vertellen, want ik weet natuurlijk ook nog niet alles wat er gaat gebeuren. Maar daar heb ik dus heel veel zin in. En dat eigenlijk over het vloggen. Vlog dus alleen als er iets leuk gebeurt. Dat komt dan eigenlijk op random dagen. Het kan zijn dat er misschien maar 3 vlogs komen in de hele vakantie. Het kan zijn dat er 10 vlogs komen in de hele vakantie. Ik zelf weet het ook nog niet helemaal. En dan gaan we over naar de normale game video's. Maar zoals jullie weten heb ik dus vakantie en heb ik ook dus meer tijd. Dus ik wil ook veel meer tijd steken in mijn video. En ik heb nu ook al de CSGO video opgenomen. Normaal deed ik een normale CSGO dat ik daar gewoon één competitive potje opneem en daar wat leuke stukjes uit heb genomen. Nu heb ik een week lang mijn games opgenomen. Ook gewoon met facecam, et cetera. Maar ik heb er gewoon eigenlijk muziek achter gezet. En gamegeluid en stemgeluid heel laag. En jullie krijgen alleen maar echt leuke momenten te zien nu. En ik moet zeggen, de video is 7 minuten lang geworden. En ik ben er een 5 uur mee bezig geweest met alles te bewerken. Niet met het opnemen, maar met het bewerken. Want ik had namelijk iets van 6, 7 uur aan opnames. En die heb ik eigenlijk ingekort in 7. Dus ik heb eigenlijk echt maar de leuke en interessante momenten eruit gehaald. Plus wat er dus nog gaat veranderen, is mijn camera. Ik heb dus tegenwoordig alles opgenomen met mijn webcam. Hier staat is eigenlijk de nieuwste Logitech webcam. Neemt ook gewoon op je 1080p. Maar deze camera is iets uitgebreider. Ik laat ook wel even een foto in beeld zien hoe deze camera eruit ziet. Ja, dat is dus eigenlijk de camera. Je ziet het ziet er redelijk professioneel uit. En het geeft ook gewoon betere kwaliteit. Hoop ik. Maar wat is nu het hele verhaal achter deze camera? Als je normale video's opneemt, neemt het op in een MP4 bestand. Maar deze camera neemt het op in een MTS bestand. En nu zul je denken, maakt het al zoveel uit? Ja, als ik die MTS bestand in mijn opnameprogramma gooi, krijg ik alleen het geluid. Maar wat moet ik dus doen om dit beeldmateriaal toch in een MP4 bestand te krijgen om het te kunnen bewerken? Daarvoor
upload ik het privé op YouTube. Dus dat kost weer al een tijdje, hangt er vanaf hoe lang de video is. Daardoor wordt de kwaliteit een heel klein tikkeltje slechter, denk ik. Maar het is nog altijd wel beter dan mijn webcam. Dan moet ik het downloaden van YouTube. En dan heb ik zeg maar het beeld van mijn webcam. Dan gebruik ik nu tegenwoordig een programma. En dat is dit programma, zoals je ziet. Neemt die gewoon mijn microfoon op. Maar zoals jullie zien, neemt dat dus mijn microfoon op. Dat bestand moet ik exporteren. Duurt ook weer een paar minuten. Hangt er vanaf hoe lang de video is natuurlijk. Dan moet ik proberen de camerabeeld gelijk te maken met de microfoongeluid dat ik opneem. Zodat het klopt met wanneer mijn lippen bewegen. En wanneer jullie geluid horen en niet dat ik iets zeg en zo ziet. En dan zo. Als het stil is. Dus dat kost al even om even goed te zetten. Plus, als ik dan nog gameplay opneem, dan moet ik dat ook weer synchroniseren. Dat is het mooie woord ervoor. Met de camerabeeld en mijn microfoongeluid. Dus dan moet ik eigenlijk die drie bestanden moet ik eigenlijk allemaal synchroniseren. En dan kan ik beginnen met bewerken. Dus er zit best veel tijd in, maar ik heb vakantie, dus ik heb ook iets meer tijd. Op maandag blijft CSGO. Dinsdag komt er normaal gezien niet. Woensdag komt er H1Z1. En vrijdag komt er dan FIFA 15. Want ik heb geen FIFA 16, ik heb dat heel vooral uitgelegd. Omdat FIFA 17 bijna uitkomt, dan heeft het geen zin meer om FIFA 16 te komen. Dat is toch FIFA 17 bijna uitkomt. Vandaar, en ik had mijn FIFA 15 toch liggen. Maar dat wil niet zeggen dat er maar 3 video's in de week komen. Want zoals jullie weten, als ik terugkom van Spanje, heb ik dus veel beelden voor jullie. Die ik wel in een paar video's kan stoppen, denk ik. Of ik doe het in 1 video. Moet ik dan nog even kijken van hoeveel het is. En dan komen we aan bij eigenlijk het volgende probleem voor de eerste week. Want ik vertrek dus binnen een vijftal dagen van 30 juni tot 9 juli. Dan ben ik een week gewoon thuis, dus heb ik gewoon tijd om terug video's te maken. En dan na die week ben ik weer weg, gewoon met het gezin. En dus heb ik ook weer geen tijd om video's te maken. En dan ben ik voor de rest van de vakantie, zeg maar elke dag thuis. Er zijn wel natuurlijk dagen dat ik even weg ben, dat ik iets aan het doen ben. Er zullen veel dagen zo zijn. Maar in principe ben ik dan gewoon thuis en kan ik dus video's maken. Dus dan is er geen probleem. Ik weet niet wat voor probleem dat zal zorgen. Maar ik weet dus niet hoeveel video's ik op voorhand kan maken om te kunnen uploaden als ik weg ben. Maar als er dus een video niet online komt als ik weg ben, dan weten jullie hoe het komt. Ik ga mijn best doen om toch zoveel video's voor jullie voor te bereiden. Het kan zelfs zijn dat er iets op dinsdag of op zaterdag of op donderdag of op zondag gewoon een random video komt waarin ik gewoon met jullie ga praten, waar ik met jullie iets over wil hebben. Dat ik iets ga doen morgen voor mij en voor jullie vandaag op zondag. Speelt dus België tegen Hongarije. Ik ga dat mee supporteren. Maar dat ga ik niet doen thuis, want het is nu vakantie. Dus ik ga op een groot scherm kijken. Mijn vrienden, ik zal er ook wel wat proberen op te nemen voor jullie. Dus die video kan dan bijvoorbeeld dinsdag online komen. Hou je daar nu ook niet op vast. Maar dat is ook gewoon een voorbeeld van random video's die ertussen willen komen. Maar aangezien ik dus Ark en League of Legends op pauze zet, heb ik sowieso meer tijd om in mijn video's te steken, om te bewerken. En ik hoop dat jullie dat ook gaan merken. Ik hoop dat jullie daar ook tevreden mee zijn. Ik hoop dat jullie ook respecteren dat ik nu die video's op pauze zet. Zodat ik meer tijd erin kan steken. Want sowieso door niet op te nemen met mijn webcam, maar met deze camera, waardoor ik die bestanden eerst moet uploaden, dan terug moet downloaden, dan terug moet synchroniseren met mijn microfoongeluid, dan nog moet synchroniseren en dan weer die twee moet synchroniseren met mijn gamegeluid en mijn gamebeeld. Kost gewoon heel veel tijd. In de video van 7 minuten van CSGO heb ik 5 uur mee bezig geweest. Dus het kost gewoon heel veel tijd. Ik hoop dat jullie er blij mee zijn. Ik zelf vind dat de CSGO video nog niet helemaal op punt staat. Maar ik heb daar gewoon niet echt de bewerkingsskills voor als je kijkt naar andere CSGO funny moments. Maar ik vind het toch al wel beter dan de andere CSGO video's. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video, naar deze lange saaie uitleg. Maar er komen terug leuke video's aan, meer random video's. En ik denk dat jullie ook heel blij zullen zijn met deze update. Laat zeker even een blauw duimpje achter. Je kan me volgen op Twitter, Instagram en je kan me nu ook volgen op Snapchat. Ik zit niet heel vaak op Instagram, ik zit niet heel vaak op Snapchat. Maar daar kunnen jullie wel op de hoogte blijven van mijn vakanties, van kleine updates of achter de schermen die ik niet in video's laat zien. Dus volg me daar even op en dan zie ik jullie graag morgen bij de CSGO video. Later jongens.